Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Jij wil aan de titel kunnen zien dat dit een ander soort video is dan normaal gesproken. Het is ook een video die ik al best wel een tijdje wil opnemen, slash moet opnemen van mezelf. Omdat het gewoon de uitlegvideo is waarom ik ineens zo stil was 2 weken lang. En waarom ik ineens niet meer vaste uploaddagen heb, dat soort dingen. Maar eerlijk gezegd vind ik het heel lastig om deze video op te nemen. Ik heb ook amper make-up op, omdat ik niet zeker weet of ik zeg maar mijn tranen in kan houden. Maar goed, het is in ieder geval een update. Dus ik hoop dat jullie daar blij mee zijn. Ik zal gelijk maar met de deur in huis vallen. De reden dat ik heel stil ben geweest op social media, op mijn blog, op mijn YouTube kanaal, is omdat ik overspannen blijkt te zijn. En dat betekent ook dat ik ben gestopt met mijn stage. Ik ben namelijk, mijn stage beviel niet heel erg. En dat lag deels aan het feit dat mijn werkzaamheden anders waren dan ik had verwacht. En deels dus waarschijnlijk gewoon aan het feit dat ik gewoon niet goed in mijn vel zat. En om eerlijk te zijn zat ik al sinds het begin van het schooljaar niet goed in mijn vel. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Het begin van het schooljaar heb je gewoon geen zin om weer te gaan studeren, want je bent de zomervakantie gewend. Dus ja, ik had gewoon zoiets van het gaat wel weer over en het valt wel mee. Maar het bleef maar aanhouden en ik had gewoon zoiets van, ja weet je, ik heb natuurlijk verleden met depressies. Dus ik had zoiets van, ja weet je, meestal als ik gewoon doorloop en gewoon leuke dingen doe, is er niks aan de hand. Maar ik had mijn stage, het liep zo slecht gewoon in mijn hoofd. Ik had het idee dat ik niks nuttigs deed. En daarom had ik mijn docent gecontacteerd en ik heb met hem een gesprekje gehad op de terugkomdag op school. En tijdens dat gesprek barstte ik gewoon in huilen uit. Ik had ook al op stagegesprekken gehad met mijn begeleidster erover, waarbij ik heb zitten huilen, dat soort dingen. Het ging gewoon niet goed met me. En ik wilde daar zelf niet aan toegeven, want ik had zoiets van, ja weet je, ik loop gewoon door, heb ik al dat gedaan, gaat prima. En mijn docent kwam erachter van, ja maar Irina, jij bent op dit moment gewoon niet in staat om stage te lopen. Want het gaat gewoon niet goed met jou. En als je ziek bent, ben je ziek. En je hebt er misschien geen gebroken been, dus het is niet zichtbaar. Maar het gaat niet goed met je, dus je moet gewoon echt die rust nemen. Oftewel, die vrijdag hebben we samen een gesprek gehad op mijn stageadres. En heb ik een stop achter de stage gezet samen met mijn docent vanuit school. Heb ik die dag nog afgemaakt, met mijn werkzaamheden overgedragen. Alles afgemaakt waar ik mee bezig was. En sindsdien zit ik thuis. Het is al de derde week dat ik thuis zit. Het is dan ook 2 weken stil geweest op mijn blog. Want waar het op neerkwam was dat mijn docent en de decaan waar ik op school ook al mee heeft gepraat. Zeggen allemaal van ja maar Irina, je doet veel te veel. Want ik deed dus een fulltime studie. Ik heb een YouTube kanaal en blog die eigenlijk een fulltime baan zijn. Aangezien ik daar graag mijn bedrijf van wil maken. En ik er dus echt alles op zet. En ik heb een eigen paard. En op het moment liep ik ook nog eens 40 uur in de week stage. Je begrijpt, dat is heel erg veel. En ik wist zelf ook wel dat het veel was. Maar ik ben iemand die zichzelf gewoon graag pusht en graag het uiterste eruit haalt. Ik ben heel perfectionistisch. Dus ik wilde ook, als ik een video maakte voor mijn YouTube kanaal, graag een perfecte video maken in mijn ogen. En dat lukt eigenlijk nooit. Maar ja, ik wilde gewoon goede content voor jullie maken. Dus ik wilde het ook niet afraffelen. En ik had ook nog eens in de maand december, omdat ik het zo leuk vond om video's voor jullie te maken, besloten om iedere dag een video te plaatsen. En dat heb ik ook gedaan tot op de 17e. De 18e stopte ik met mijn stage. Nee, de 18e heb ik het volgehouden. De 18e stopte ik met stage. Die avond kwam ik kapot thuis. De video voor de volgende dag was nog niet geëdit. En mijn eerste instinct was die video gaan editen. Maar omdat iedereen me had verteld, Irina neem rust, heb ik die avond dus besloten om die video niet te editen. Waardoor er 1 dag geen video online kwam. Ik heb de halve nacht wakker gelegen van het feit dat er geen video online kwam. Dus oftewel de druk zat echt tot hier. En ik heb alsnog zaterdag die video geëdit, zodat die op zondag online kon komen. En dat was vervolgens ook de laatste video in 2 weken. Want ik snapte zelf ook, toen ik door begon te krijgen, dat ja, die video online krijgen voor mij zo'n druk was. Want het is niet vanuit jullie. Jullie hadden me echt al 10 keer gezegd dat jullie het prima vinden als ik zou minderen in de uploaddagen. Of als ik eventjes een break zou nemen. Maar vanuit mijn eigen hoofd leg ik mezelf zoveel druk op, dat ik dus overspannen ben geraakt. En als ik erbij terugdenk, dan denk ik dat dat eigenlijk al een paar jaar lang bezig is. Want vorig jaar ben ik gestopt met mijn bijbaan bij de Jumbo als kassamedewerker. Omdat ik toen ook eigenlijk al veel te veel deed. En nu was het gewoon het geval dat ik echt eigenlijk een soort van breakdown had. Ik huilde bijna iedere dag. Ik voelde me gewoon echt, echt, echt verschrikkelijk. En ja, ik moest gewoon even rust nemen. En dat betekent ook dat ik met school bezig ben. Ik loop bij de decaan. Daar moet ik volgende week ook weer naartoe.
Ik ben voor afgelopen week bij de huisarts geweest. Die heeft me een doorverwijzing gestuurd waarbij ik naar een therapeut kan. Daar ben ik naar op zoek. En ik moet zeggen, ik ben iemand die echt gewoon het liefst geen hulp vraagt. En ik zit ook nog steeds een beetje in die fase van ik wil eigenlijk niet. Maar ik moet wel. Dus iedereen pusht me nu een beetje daartoe. Waar ik mezelf altijd in alles push, pushen mensen me nu om naar, zeg maar, hulp te gaan zoeken. Want dat is het enige waar ik mezelf gewoon niet in push. Ik wil het alles alleen kunnen en dat soort dingen. Dus ja, dat is een beetje waar het nu om gaat. Daarom heb ik op het moment dus ook besloten om even geen vaste uploadtijden te hebben voor mijn blog of mijn YouTube kanaal. En gewoon te zien wanneer ik er zin in heb om een video op te nemen of een artikel te typen. Ja, ik hoop dat het gewoon beter werkt. Want ik weet ook dat als ik zeg, nou ja, dan minder je van 3-4 video's in de week naar 1 video in de week. Dat die ene tijd dat die per se een video online moet zijn, gaat dan voor mij alsnog weer die druk zijn van ik moet vrijdag een video online hebben. En dat is dan niet vanuit jullie, dat is dan vanuit mij. Ik heb mezelf dan die ene uploaddag opgelegd. En dan moet ik mezelf er ook van mezelf aan houden. En dan denk ik, ja, maar dit gaat makkelijk. Dus ik kan er nog wel een videootje bij doen. Of ik kan er nog wel een videootje bij doen. En dan gebeurt er eigenlijk hetzelfde als waardoor ik in deze situatie beland ben. Dus ja, ik zit even in een situatie waarbij ik gewoon rust moet nemen. Ik zit tot en met begin februari in ieder geval thuis, aangezien dat de stageperiode is. Wat betreft stage moet ik de 5 weken die ik heb gelopen mag ik gelukkig meenemen. Had ik een goede tussentijdse beoordeling van. Waardoor ik gelukkig die stageweken mee mag nemen. Dus ik hoef niet mijn hele stage over te doen, maar mijn halve stage. Want het was een stage van 10 weken. En ik heb er dus al 5 gedaan. Dus dat scheelt heel erg. Wanneer ik die moet gaan inhalen, dat weet ik nog niet precies. De kans is in de zomervakantie, maar dat weet ik niet. En ja, het is nu gewoon het punt dat ik echt moet gaan kijken dat ik mijn leven wil veranderen. Want op deze manier gaat het niet goed. Ik moet mijn mindset veranderen. Ik moet misschien wel iets gaan minderen of iets niet meer gaan doen, weet je. Ik moet gewoon gaan kijken hoe. En in mijn hoofd zit ik op dit gewoon vast. Dus ja, wat het voor jullie gaat betekenen is in ieder geval dus dat er geen vast uploadschema meer is. Geen vaste dagen op mijn blog. Mijn social media kanalen zullen misschien soms stil zijn. Ik ga gewoon doen waar ik zin in heb. En dat betekent ook dat ik gewoon alleen video's ga maken waar ik echt zin in heb op het moment. Dus er komt binnenkort als het goed is een bullet journal video aan. Want daar heb ik gewoon echt zin in. Ik ga mijn bullet journal toch maken. Dus die video wil ik heel graag voor jullie maken. Een serie die ik echt stop ga zetten, helaas, is de Sims 4 serie. Ik vond het heel erg leuke video's om te maken. Maar het werkt niet. Want als ik ze wil editen, dan gaat op de een of andere manier mijn schermopname van de game, zeg maar. Die gaat elke keer achterlopen met het geluid. Of voorlopen op het geluid. Waardoor het een verschrikking is om te editen. En daardoor ben ik met een videootje van een half uur, meestal zo'n 3 tot 5 uur bezig met editen. En dat vind ik gewoon op het moment zeker niet waard. Want ja, ik wil dingen doen die ik leuk vind. En ja, die serie moet dus helaas ermee stoppen. De komende tijd ga ik dus gewoon video's maken voor jullie waar ik zin in heb. Artikelen maken waar ik zin in heb. En ja, hoe het verder allemaal verder gaat op mijn YouTube kanaal, dat ga ik jullie allemaal nog vertellen. Want ja, als ik eenmaal hieruit kom en weet ik het wel, dan ga ik natuurlijk gewoon dit hele proces gaan jullie een beetje met mij meeleven, denk ik. Ik ga jullie heus wel updaten. En ik hoop gewoon dat ik gewoon lekker op deze manier alsnog door kan gaan. Want mijn blog en mijn YouTube kanaal zijn echt mijn grootste hobby. Maar op het moment ja, is het meer gewoon een moeten geworden in plaats van een willen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik heb echt het idee dat ik allemaal dingen vergeet om te zeggen ook. Het is ook gewoon mijn hoofd. Ja, mijn hoofd is gewoon zo vol. Het is ook iets van overspannen zijn. Je hoofd blijft maar ratelen. Het is echt, in slaap komen en zo is echt een ramp. Wat wilde ik nog meer zeggen? Nou ja, omdat ik dus geen vaste uploaddagen meer ga hebben de komende tijd, is het misschien handig voor jullie om te abonneren en op het belletje naast de abonneerknop te drukken. Want YouTube is soms echt heel erg vreemd. Waardoor mijn abonnementenbox komen mijn video's niet in. Zeg maar jullie abonnementenbox. Echt hoe ik het uitleg ook weer. In jullie abonnementenbox komen niet altijd alle video's terecht op de een of andere manier. Dus als je nou op het belletje klikt naast mijn abonneerknop. Dan krijg je altijd een melding wanneer ik een nieuwe video plaats. Dus dan kan je ze niet missen. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat ik jullie een beetje uitleg heb gegeven hierbij. Ik ben best wel trots op mezelf dat ik ze maar niet heb staan huilen. Want eigenlijk elke keer als ik over dit onderwerp heb, ga ik huilen. Want ik ben niet goed in over dit soort dingen praten. Maar goed, heel erg bedankt voor het kijken van deze video. Mochten jullie daar nog vragen hebben, stel ze in de comments. Ik zal het meeste proberen te beantwoorden. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik je hopelijk terug bij een andere video. Die een heel stuk vrolijker gaat zijn dan deze. Doei doei!